Goedemorgen iedereen. Ik sta zoals je kan zien en zoals je aan het schilderij achter me kan zien in een hele andere omgeving. Ik ben namelijk momenteel op Curaçao. Ik ben op uitnodiging gekomen via Travel Lab, onze reisblog. En daar ga ik dus nu een week verblijven. Momenteel zitten we op dag 3 volgens mij. Ongeveer 2,5/3. Het is vandaag vrijdag. En ik dacht, ik ga ook een paar dagjes gewoon dat ik hier ben lekker vloggen. Dus ik hoop dat ik voor jullie een beetje wat beelden kan vastleggen. Het lijkt me heel erg leuk. Maar ik ben ook ondertussen gewoon allemaal activiteiten aan het doen. Foto's aan het maken en zo. Dus ik hoop dat ik het een beetje duidelijk kan gaan overbrengen. Ik dacht, ik begin gewoon met de altijd klassieke room tour. Of eigenlijk hotel tour of kamer tour. Of hoe je het ook wil noemen. Ik slaap in een kamer samen met een ander meisje. Maar die heeft een eigen aparte kamer. En een eigen badkamer, wat echt super fijn is. Dus het is eigenlijk een soort van appartement met daarin twee kamers, een keuken en zo. Dus ik ga het jullie allemaal even laten zien, want ik dacht dat is wel heel erg leuk. Let wel, het is ochtend, ik moet zo meteen de deur uit en ik heb de kamer niet opgeruimd. Dus het is een klein beetje rommelig. Dit is de voordeur waar je dus zeg maar naar binnen komt. En dan heb je hier een keukentje. Ik heb gisteren wat boodschappen gedaan, dus kreeg ik dan in zo'n papieren zak. Koffie, alles. Hier zit koelkast in met wat drankjes. En als je aan deze kant op loopt, kom je hier in een soort van huiskamer. En hier kan je gewoon lekker zitten. En dit is ook echt super gaaf. Het hele deel is gewoon van allemaal glas. Dus er komt gewoon, je kan lekker naar buiten kijken. Hier hadden we gisteren een hagedis zitten. Echt zo'n super grote. En hier kan je lekker chillen. Maar eigenlijk houden we dit gewoon dicht, omdat anders te veel warmte naar binnen komt. En ik ben bang dat er muggen naar binnen komen. Maar dit is ons uitzicht. Hier zie je het zwembad. En daarachter, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Even kijken of ik een beetje kan inzoomen. Ja, dat blauwe daar. Dat is de zee. Dan zal ik nu eventjes naar mijn kamer lopen. En dan kan je zien wat ik daar heb. Hier als eerst een hele grote kledingkast. Wat super fijn is. Hier heb ik allemaal kleding neergelegd en opgehangen. Omdat we, ja, ik doe niet altijd zeg maar alles uithangen. Maar omdat we hier nu een week zijn, dacht ik, dan is dat nog wel handig. Dus dan heb je aan deze kant een badkamer. Echt wel super chill. Hallo. Met al mijn spulletjes. En hier de rest van de kamer. Het is gewoon heerlijk koel hier trouwens. Want we hebben deze ventilator. Maar er is ook een airco. Dus dat is echt helemaal geweldig. Het enige nadeel is dat de wifi hier echt ontzettend slecht is. Zeg maar heel slecht. En ik heb mijn telefoon nu in de huiskamer liggen. Omdat we daar alleen internet hebben. En alsnog doet het niet heel erg goed. Dus ik heb een beetje moeite met dingen uploaden. Of dingen versturen. Ik ben een beetje zeg maar offline op dit moment. Wat natuurlijk ook niet verkeerd is. Ik heb gisteren nog een boek gelezen en zo. Dus voor dat soort dingen heb je dan ineens tijd. Ik denk dat het tijd is om naar het ontbijt te gaan. We gaan met de hele groep ontbijten. En dan gaan we in de middag gaan we naar het stadje. Krijgen we daar een walking tour. Dus ik heb even comfortabele schoenen aangedaan. En dan ben ik heel erg benieuwd wat we vandaag te zien gaan krijgen. En ik zal proberen zoveel mogelijk voor jullie te vloggen vandaag. Zo, ik loop nu buiten. We zijn onderweg naar het ontbijt. En dit is gewoon echt heerlijk wakker worden als je dit uitzicht hebt. We zijn hier aan het lopen. En dan heb je hier meteen het strand, bedjes om op te liggen. En wij gaan deze kant op, want ietsje verderop daar heb je een heerlijk tentje waar je lekker kan eten. En dan zit je ook echt gewoon direct op het strand. Hier heb je het ontbijtbuffet, heb je allemaal lekkere dingetjes. En je kan er gewoon gelijk aan een tafeltje zitten. Het uitzicht op de zee. Dus dat is echt super leuk. Oh, heerlijk. Zo, het is weer even later en we zijn inmiddels weg van het hotel. We hebben even in de auto gereden, ik denk ongeveer een kwartiertje. We zijn aangekomen bij, aan deze kant. En wij staan op Trabanda, dus dat is zeg maar de andere kant. En je kan gewoon naar beide kanten lopen door deze brug te belopen. En ik vind het echt super mooi uitzien. Alles is zo lekker kleurrijk en het is gewoon schattig eigenlijk. Zeg maar de huisjes hier. Die hebben allemaal verschillende kleurtjes. Ik weet niet zeker hoe het op camera overkomt. Maar zo zie ik blauw, geel, roze, oranje, groen. Het is echt zo ontzettend schattig. En gewoon alles hier heeft gewoon heel veel kleur. Ik vind het gewoon echt super leuk. We lopen nu over de brug heen. En ik weet niet of je het een beetje kan zien. Ik denk het niet. Maar hij beweegt omdat we dus op het water lopen. En net toen we heen liepen, toen ging ook in één keer de bus. Oh, volgens mij is dat nu ook. De brug kan open namelijk. En dat belletje die je misschien hoort op de achtergrond betekent dat hij zo open gaat. Dus dat is best wel grappig. En volgens mij moeten we even doorlopen omdat we anders vast komen te zitten op de brug. Kijk, hij gaat helemaal open. Oeh, beweegt helemaal. We zijn nu momenteel de tour aan het doen en moet je kijken wat een prachtige kleur je allemaal ziet.
Je kan hier gewoon echt 10.000 foto's maken. En naast dat je allemaal gekleurde muren hebt en gebouwen, zijn er ook heel veel plekjes waar je gewoon hele mooie art hebt. Want ze willen gewoon deze buurt wat aantrekkelijker maken. Voor mensen om ook in te wonen of om naartoe te komen. Dus daarom zie je nu momenteel heel veel ook wall art. En het ziet gewoon echt super tof uit. Nu zie ik bijvoorbeeld deze. Kijk, dit is echt super gaaf gedaan. Zoals je hier kan zien is het nog niet overal gebeurd. Dus deze huizen zijn nog wel wat meer vervallen. Maar dit huis bijvoorbeeld is al wel helemaal opgeknapt. En dat gaat nu langzamerhand iedereen een beetje doen. Waar wij nu zitten heet Zus die Plaza. En hier zie je een beetje een selectie van de verschillende etenswaren. Nou, het eten is geserveerd. Dat gaan we gewoon hoor. Rijst, van alles en nog wat. Heel veel stews, dat is heel erg lokaal hier. We staan nu weer op de Emmabrug. En terwijl we aan het lopen waren, is die open gegaan omdat er een bootje langs wilt gaan. En op dit moment is daarachter een bootje er doorheen aan het gaan. Dus dan zal je zo meteen zien dat dit weer helemaal zo die kant op gaat schuiven. Op dit moment zijn we alweer een beetje aan het terugbewegen. Gaat tot snavel het bootje er doorheen. Zo, sinds de vorige keer zijn er een paar uurtjes voorbij. Ik heb nog even wat vrije tijd gehad, dus ik ben lekker naar het strand gegaan. Heb ik ongeveer een uur kunnen liggen. Dus het valt mee hoe lang dat was. En ik heb ook nog wat foto's gemaakt. Dus vandaar, het was gewoon niet heel erg boeiend om te vloggen. Ik heb mijn nails inmiddels weer afgedoucht, aangekleed. En ik dacht, ik ga jullie anders even een keertje mijn outfit laten zien. Want dat doen we eigenlijk altijd in vlogs. En dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Ik heb even een staart in. Want ik had vandaag een knot in gedaan. En mijn haar ziet er dan echt heel raar uit hierbovenop. Dus ik heb gewoon een hoge staart in. Ik heb dit doekje in van een batikstofje. Die heb ik afgelopen zomer in Bali gekocht. Het t-shirtje is van Urban Outfitters. Want ik heb eronder deze zwarte culotte aan. Die is van Primark. Die hadden we jullie laatst in de Primark shop nog laten zien. En daaronder heb ik mijn All-Stars. En als tasje neem ik deze mee. Want hier past mijn camera in die ik nu vasthoud. En ik ben ondertussen eventjes wat Doritos aan het snacken. Want ik had echt zo ontzettend een trek. We gaan zo meteen de deur uit. Omdat we naar de Teener Parade gaan kijken. Dat is een parade, een carnavalsparade van de jongere kinderen die op de middelbare school zitten. En daarna gaan wij naar een kostuummaker die zeg maar de kostuums maakt van de grotere parades. Dus dat is echt super cool om te zien. En ik besef me net dat ik volgens mij nog helemaal niet heb uitgelegd waarom ik überhaupt in Curaçao ben. Nou, ik ben uitgenodigd door Curaçao Tourist Board om dus hier naartoe te komen en om carnaval mee te maken. Nou, carnaval is in Curaçao echt mega groot. En dat is in ieder geval de komende paar dagen het geval. Ze zijn eigenlijk al maanden geleden begonnen met de voorbereidingen. Maar aankomende, even kijken, zondag is een hele belangrijke carnavalsdag. Dat is echt maar de grote parade. En dan heb je ook nog dinsdag een hele belangrijke dag. En dat is eigenlijk weer de afsluiterparade. Dus dat zijn twee hele belangrijke dagen. En ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal ga zien. En ik ga er mooie foto's maken. Hoop ik. In ieder geval fingers crossed dat het allemaal gaat lukken. Want ik wilde heel graag een mooi artikel over maken op onze reisblog Travelab. Dus namens Travelab ben ik hier. En ja, ik vind het echt heerlijk om hier te zijn. Yes. Goedemorgen, nee goedemiddag iedereen. Het is vandaag de volgende dag. En op dit moment is het alweer middag eigenlijk. We zijn nu aangekomen op een heel leuk plekje. En ik dacht, dat ga ik jullie echt eventjes laten weten. Het heet, even kijken of ik het uit mijn hoofd weet, Hofi Cascora. Het is een heel leuk plekje hier, best wel groot. Het was wel een beetje een stukje rijden vanaf ons hotel. Dus je moet hier wel echt met de auto komen. En het is een heel grote plek vol met ja, verschillende huisjes. En ze hebben ook hier achter een, volgens mij zit daar ergens achter, een restaurant. Het heet de Eatery. En daar gaan we vandaag even lekker lunchen. Het zag er echt super hip uit met een prachtig uitzicht over een hele mooie tuin.
En wat heel erg leuk is, is dat eten gewoon best wel ja, hip is. En niet per se heel erg typisch Curaçao. Maar alles is wel heel erg gemaakt met lokale producten. Dus de kaart verandert daarom ook best wel vaak. Het is trouwens ook wel heel erg leuk om hier een paar foto's te maken. Want dit is een heel leuk plekje bijvoorbeeld. Ze hebben hier zo'n hele oude auto staan. En daarachterin stond ook een hele oude rode oldtimer. Vlakbij van die grote cactussen. Dus met mijn outfit vandaag zou dat misschien wel een optie kunnen zijn. En als je dan hier zo verder loopt, dan heb je hier alle mensen zitten met de tafels. Wij zitten ook hier buiten trouwens. En dan is dit plek waar gewoon hun eigen groenten en fruit en alles wordt geteeld. En dit gebruiken ze gewoon voor hun eigen gerechten. Dat vind ik altijd echt super mooi. Ik ben ineens in het toilet beland. Dan moet je kijken hoe schattig dit is. Het is heel erg leuk om zelf te maken thuis, zit ik nu te bedenken. Oh my god, volgens mij zijn dit banaantjes. Kijk hoe cool. Zo tropisch. En hier trouwens ook, deze zijn al net ietsje groter. Nog super groen natuurlijk. Echt heel leuk om te zien. Dus deze gebruiken ze dan waarschijnlijk ook voor hun gerechten. Wordt echt op dit moment omringd door de hagedissen en ik schrik me kapot. Even kijken, waar is hij nou heen? Oh, daar loopt er een. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Daar. Hallo. Het is inmiddels alweer wat later en we zijn weer eventjes terug in de hotelkamer. En we zijn net na het eten langs een van de groepen geweest die straks op de parade gaan staan. Dus daar konden we eventjes kijken behind the scenes hoe het eraan toe ging. En iedereen was nog heel erg druk met het maken van de kostuums. Ik heb een paar foto's gemaakt en ik zal die eventjes in beeld kloppen. Zodat je misschien een beetje een idee hebt waar ik het over heb. Morgen begint de allereerste parade, dus ik ben onwijs benieuwd om te zien hoe het er echt uit gaat zien. Dus dat is echt super leuk. Ik heb ook nog een paar dingetjes geshopt. Want ik hoorde een van de meiden over een hele mooie lipstick die ze hier verkopen. En ik heb er 4 gekocht. Het merk heet Jordana. En het is de Sweet Cream Matte Liquid Lip Color. En deze kostte 8,79 guldens. Dus dan moet je dan ongeveer gedeeld door 2 doen. Dus dan zit je op ongeveer 4 euro per stuk. Ik heb 4 verschillende kleurtjes gekocht. Want dat leek me heel erg leuk om dat uit te proberen voor de site. Ik heb ze voor de makkelijkheid eventjes neergelegd. Dus dit is de kleur Cinnamon Toast. Dit is een hele mooie klassieke, iets donkerrode kleur. En dit is Red Velvet Cake. Dan is deze ook heel erg mooi. Een van de meiden had deze op en die vond ik gewoon echt geweldig staan. Een roze berry kleur. Ietsje lichter misschien dan een berry kleur. En heet namelijk Sugarberry Crumble. En dit is de meest lichte kleur. En deze is echt bijna eigenlijk zoals mijn eigen lip. Dus een hele mooie nude. En dit is Rose Macaron. Dus ik dacht, dat is wel heel erg leuk om eventjes een keer uit te proberen. Zeg maar, als je in het buitenland bent, vind ik het altijd zo leuk om naar supermarkten te gaan. En natuurlijk ook van die drugstores waarbij je zeg maar andere merken kan proberen. En zeg maar, als ik op de verpakking kijk, dan lijkt erop dat dit uit Los Angeles komt. Dus het is zeg maar een Amerikaans merk. Maar ik zal eventjes kijken of ik het misschien ergens anders kan vinden online. Zoals je het misschien kan shoppen. Maar hier komt dus nog eventjes een volledige review over. Maar ik zal ze eventjes kort swatchen. Dus dit is de eerste kleur. Het is trouwens een matte finish dus. Dus hij glimt hier nu nog wel. Maar hij droogt dus wel echt gewoon mat op. Oeh, wauw. Deze kleur is ook echt super mooi. Echt een klassieker. Oeh. Ze voelen best wel dun aan. Dus dat is wel heel erg lekker. En dat is echt meer een nude-achtig kleurtje. Dus als je benieuwd bent naar deze lipsticks, dan moet je nog eventjes afwachten. En ik denk dat ik hier over een tijdje wel even een leuk beauty review van ga schrijven op onze blog Endless Weekend. Dus nou ja, het leek me in ieder geval leuk om jullie alvast eventjes te laten zien welke lipsticks ik gekocht had. Goedemorgen iedereen, het is vandaag zondag en dat is vandaag een hele belangrijke dag. Want vandaag hebben we de allereerste grote parade, de carnavalsparade. Dus ik heb alvast een t-shirt aan. Wij zitten bij een soort van kraampje dat het gevangenisthema heeft. Dus vandaar dat wij een gestreept t-shirt aan hebben. En dat heeft iedereen. Dus dat is wel heel erg gezellig. En zometeen gaan we onze make-up wat extra aanzetten. We hebben nepwimpers gisteren gekocht. We hebben glitters gisteren gekocht. En verder heb ik gewoon nu eventjes mijn basis gedaan. Maar zometeen gaan we hier nog extra doen. Op de ogen komt extra glitters. Zodat we lekker feestelijk zijn vandaag. Dus dat is super leuk. Ik was vanmorgen heel erg vroeg opgestaan. Omdat we ook even vast wat behind the scenes konden gaan zien. Van hoe de mensen die echt meelopen in de parade worden opgemaakt. Dus dat was echt super leuk om te zien. En wat nog leuker was, is dat er een van onze kijkers ook daar aanwezig was. Dus het was ontzettend verrassend. Ik was in ieder geval heel erg verrast toen ze dat zei.
En dat ze zei dat ze me herkende. Dus vond ik echt heel erg leuk om te zien. En zij loopt dus ook mee met de parade. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik haar straks ga herkennen in de parade. Want ze zal waarschijnlijk helemaal aangekleed zijn met allemaal glitters en nog meer heftige make-up. Dus mocht je kijken, hartstikke leuk dat je eventjes wat zei in ieder geval. Ik vond het heel erg leuk om je te ontmoeten. En ik vond het ook super toevallig dat we gewoon op dezelfde plek waren. En dat ik dus gewoon bij jou behind the scenes kon kijken. Dus ik hoop dat je genoten hebt van de parade. Op de achtergrond hoor je de rest van een groep. Die zijn in de huiskamer alvast een beetje hun make-up aan het doen. En ik zal eventjes kijken of ik het een en ander kan gaan filmen van wat wij op gaan doen. We hebben hier allemaal onze oogschaduw liggen. Glitters. Glitterogen. En we hebben deze nepwimpers gekocht om op te doen. Dus helemaal in stijl. Heel erg winderig. Dus ik hoop dat je me een beetje kunnen horen. Maar dit is de look geworden. Allemaal glitters in mijn oog. Ik denk dat jullie me nog nooit op deze manier hebben gezien. En dit is trouwens een van de lipkleuren die ik gisteren had gekocht en had laten zien. Dus het is een beetje de rossige kleur. Al moet ik zeggen dat hij best wel rood lijkt op mij. Kijk, zo leuk. Extra highlighter. Zoals je kan zien. Extra brons. Zodat alles lekker overdreven is. Super leuk om een keertje gewoon even wat extra te zijn. En we gaan nu snel weg, want de optocht gaat zo meteen beginnen. Dinsdag. Het is vandaag dinsdag. Ik heb alleen gisteren niet gevlogd. En vandaag is weer een hele leuke en belangrijke dag. Ik ga even ergens anders zitten. Want vandaag is het tijd voor de afsluiter. De vorige parade die ik jullie wil laten zien was op zondag. En dat was echt de hoofdparade. Die is heel erg belangrijk hier. En de tweede belangrijke parade is dinsdag. En dat is dus vandaag. En de vorige parade werd overdag gehouden. Maar deze keer wordt in de avond gehouden. Dus ik zou zeggen dat het nu volgens mij rond een uur of 5 is. En het begint ongeveer over een uur. En het leuke aan deze parade is dat het dus, zometeen wordt het een beetje donker. En dat alle kleding of de kostuums van de mensen die meedoen ook een beetje extra zijn opgelicht. Er bijvoorbeeld, er worden lampjes eraan toegevoegd. En de make-up is wat heftiger, zodat het allemaal net wat meer opvalt. Omdat het dus gewoon zometeen wat donkerder wordt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. En deze keer heb ik ook vandaag weer even gekozen voor een gestreept t-shirt. Dit is gewoon mijn eigen t-shirt. En ik heb eronder deze culot aan van Primark met dit spul. Dit is trouwens echt een super fijn broekje. Mocht je ook op een vakantie gaan of misschien een keer een weekendje weg. Dit is een heel fijn broekje, want hij kreukt gewoon niet omdat dit er al in zit en dat hoort. En hij zit echt super lekker, dus ben ik wel heel erg blij mee. Ik heb net ook eventjes op mijn laptop even wat foto's bewerkt. En ik heb trouwens echt ontzettend geluk met het meisje met wie ik hier deze hotelkamer deel. Want zij is fotograaf en zij heeft zoveel foto's van mij gemaakt en ik ook weer van haar. En ze heeft gewoon altijd hele toffe inzichten. Maar ik dacht ik laat jullie even vast deze zien. Dus ik heb deze fotoshoot met haar gedaan en ik vind de foto's zo ontzettend gaaf geworden. Vanavond in de parade doe ik mijn kamergenootje mee. Die loopt mee in de parade, want er was een plekje over. En onze groepsleider die loopt ook mee. Dus ik ben super benieuwd om ze straks zeg maar, in de parade te zien lopen. En ik ga natuurlijk deze camera meenemen om jullie te laten zien hoe die parade eruit ziet. Want ik denk dat het al heel erg tof gaat worden met al die lampjes. Dat is een beetje wat op het programma staat vandaag. En omdat het dus al dinsdag is, is dit onze ene laatste dag. Morgen is onze allerlaatste dag. We hebben wel best wel veel vrije tijd. Ze kunnen nog lekker op het strand liggen. En ik weet niet of je is opgevallen sinds dit stuk en misschien het vorige stuk. Maar ik heb eindelijk een kleurtje gekregen. Want ik heb vandaag even op het strand kunnen liggen. En ik ben best wel bruin geworden gelijk in één, misschien een uurtje of zo. Anderhalf uur dat ik heb gelegen.
echt heerlijk. Dus ik dacht, ik doe nog eventjes een kleurtje. Of ik doe in ieder geval nog even een poging tot een kleurtje voordat ik straks weer naar Nederland ga. Maar dat is gelukkig wel gelukt. En dit is de ooglook geworden. Dus ik heb gewoon allemaal glitters op mijn ogen gedaan. En ik heb hier ook een beetje gedaan. Dus ik heb weer extra highlighter en bronzer op gedaan. En ik heb hier overheen glitters gedaan. Zodat het net lijkt een beetje alsof ik glitter sproetjes heb eigenlijk, als het ware. En in mijn haar heb ik even deze bandana gedaan. Omdat het een beetje matcht met de kleuren. En natuurlijk het streepje shirt. Dus dit is de look. We zijn nu onderweg naar de parade. En ik ben heel erg benieuwd wat we gaan zien.